Yes, het aquadroom is straks niet meer. Het subtropisch zwemparadijs is aan het einde van zijn Latijn. Maar ja, de vraag is dan, wat komt daarvoor terug? Twee recht toe, recht aan zwembaden? Of is er toch nog ruimte voor iets van een glijbaan? Volgens Portaal gaat dat laatste 10 miljoen euro extra kosten. Dat zal niet alleen een glijbaan zijn, kan ik me voorstellen. Of hij moet ontworpen zijn door Lagerveld, je weet het nooit. In de studio Mart van Lagen, raadslid voor het CDA. En Mart heeft volgens mij ook allerlei vragen. Ik heb ook vragen, Mart. Dus, maar die 10 miljoen extra, volgens mij zit jij met een budgetprobleem. Nou, niet alleen met een budgetprobleem. We hebben denk ik als gemeenteraad zelf een aardig probleem. Want we hebben onszelf een probleem opgeschadeld. Waarbij er weer geen cursus wordt gemaakt. We krijgen nu een prachtig overzichtje van Sportaal, van een managementadviesbureau, wat het ons gaat kosten. Maar er staat geen cursus bij. Wat gaan we doen? Nou ja, die indruk had ik al, dat jullie als raad je aardig in de nesten hebben gewerkt. Ja, nou, volgens mij de afgelopen jaren. Met PvdA voorop, ja? Nou, dat weet ik niet. Want jullie hebben ook op een aantal cruciale momenten voorgestemd en dan weer tegen. Het is best een onoverzichtelijk verhaal geworden, alles bij elkaar. Maar als je nou eens teruggaat naar het begin. Een aantal jaar geleden besloot een nieuw zwembad te bouwen zonder recreatieve functie. Dat wil zeggen, in ieder geval, en die recreatieve functie, dan hebben we het over whirlpools en glijbanen en waterpret en watervallen en dat soort dingen. Nou, dat gaat er allemaal af. En er is nu een plan gemaakt voor een groot nieuw zwembad waar eigenlijk alleen nog twee baden zijn, sportzwemmen, maar waar ook ruimte is voor recreatiezwemmen. En volgens mij is er nu een verzoek gedaan van de raad. Reken nou toch eens uit voor ons wat het kost als we een klein kinderspeeldingetje er nog bij zouden plaatsen. En dat plaatje komt op 10 miljoen euro. En toen dacht ik, 10 miljoen euro? Wat gebeurt hier? Ja, dat kan toch niet waar zijn? Ja. Dan denk ik, van, doe mij 5 miljoen en ik ritsel ergens een aannemer en die regelt dat voor jullie volgens mij. Nou ja, als het zo makkelijk was. Dan ja, kennelijk niet, maar dat is even mijn gedachte. Maar Mart, en nu zit je dus met een afgerond plan. Ja. En met een optie, maar daar hangt een prijskaartje van 10 miljoen euro aan. Nou, eigenlijk denk ik waar het fout is gegaan. We hebben in 2015, 2016 hebben wij een zwembadvisie vastgesteld. Daarin hebben wij per amendement aangegeven, willen in ieder geval ook recreatieve voorzieningen hebben. Moet niet van die moeilijke woorden gebruiken hoor, amendementen. We hebben een wijzigingsvoorstel gedaan om in ieder geval ook recreatieve voorzieningen laten plaatsvinden in het nieuwe zwembad. Ja. Nou, dat kon allemaal niet. En toen kwam in één keer het nieuwe college met een nieuwe voorstel. Maar heel even, want daar ga je heel snel overheen. Dat kon allemaal niet, want het was te duur. Nou, dat kon toen wel. Toen zeiden we ook van, ga hier nou mee aan de slag. Ja. Alleen, nou, de verkiezingen waren geweest. Een nieuwe coalitie zat er en in één keer was geld op. Toen kregen wij een voorstel wat in één keer weer terug werd getrokken door het college. En toen kregen we een nieuw voorstel zonder die recreatieve elementen erin. Dus zonder een peutenbadje, zonder een glijbaantje, ja, zonder vaste elementen. Waarbij uitgekleed een paar vierkante baden. Precies. Even zeggen. Ja. Toen hebben we gezegd, ja ho, dit was niet conform de afspraak die we in 2015 en 2016 gemaakt hebben. Wat was die afspraak? Nou, die afspraak was voldoen aan de wensen en behoeften plus een aantal van wie? Welke van wensen de en behoeften? Dus je hebt gebruiksonderzoek van gewoon ons Enschedeërs. Ja, ze hebben een uitgebreid onderzoek gedaan van wat willen we nou van zwembad hebben. Nou, wat waren die behoeftes? Kan je dat heel kort schetsen? Wat zeiden de Enschedeërs? Een van de behoeften was voornamelijk vanuit de vereniging zwemmen is een volwaardig zwembad waar dus wedstrijden in kan worden gezwommen. Een doelgroepenbaden waar iets warmer water in zit voor zwemlessen. En daarnaast hadden we de uitspraak en behoefte om te voorzien voor alle kleinste speelattributen. Mm-hmm. En dan vaste elementen. Dus niet alleen maar een losse speelbal of een losse springkussen. Maar glijbaantje, watervalletje. Ja. Maar geen subtropisch zwembaden meer. Nee. Dus daar is echt wel een afspraak van genomen. Ja. Ja. Nou. En dat laatste, hè, dat is nu eigenlijk uit het plan zoals het er ligt gesloopt. Ja. Daarvan hebben jullie gezegd, reken nou toch nog eens even uit voor ons wat dat kost. Nou, en nu zit je met een dilemma. Ook dat is een nuanceverschil. Toen kwam in één keer dat nieuwe voorstel zonder de recreatieve elementen. Mm-hmm. En toen kwam in één keer deze coalitie met de PvdA voorop. En daarom maakte ik die grap ook. Van ja, ga nou eens even uitzoeken wat het dan wel kost. Nou, daar hebben ze dus afscheid genomen in een totaalplan voor een nieuw zwembad zonder recreatie. En nu komt erbij dus een nieuw recreatieve elementen. Wat erbij moet worden gebouwd. Dus je gaat ze in een bad bouwen. En dan als dat geopend is, gaat het weer dicht, maar dan moet je bijbouwen. Maar dan heb ik Sportaal gebeld, want dat was ook een beetje mijn vraag. Ik denk, dat kan toch niet zo duur zijn, joh, hoe kan dat? Dus ik een beetje uitzoeken. En ik ben helemaal geen econoom, sterker nog, je moet mij de centen niet laten doen, dat komt niet goed. Maar Sportaal wist mij te vertellen, ja, maar luister, er is een plan gemaakt, inderdaad. En dat is ook geaccordeerd door de raad. Hè, dat is door de raad, dat is een uitgekleed plan. Ja. Dat waren die twee baden, precies, met wel een beweegbare bodem, zodat je nog een beetje wat met rekenen. En zegt op zich nog best wel veel ruimte voor om recreatie te zwemmen. Maar geen kinderdingetje meer. Ja, en dat is helemaal op elkaar afgestemd. Wil je nu dat nog veranderen, dan moet je er eigenlijk een compleet nieuw zwembadje naast bouwen. Ja, dat is waar het op neerkomt. Maar dat wisten jullie toch, dat dat niet zomaar kon.
Mm-hmm. Hier hebben we voor gewaarschuwd. Hier heeft bijna de hele oppositie voor gewaarschuwd. Dit is heel vooral om een coalitie-oppositie-spelletje van te maken. Maar als je hem toch terugkijkt, en ik heb het vandaag ook even gedaan, het debat, dan zie je dat de waarschuwingen voldoende zijn afgegeven. Jongens, kijk naar uit. Wat we nu vaststellen, doen we voor lange termijn. Zwembaden moet je nu voldoen aan alle wensen en behoeften, zoals we dat ook onderzocht hebben. Dus de coalitie heeft er een beetje een potje van gemaakt. Ja, en die kwamen uit de hoge hoed met een motie. Zoek het een beetje uit en kom met getalletjes terug. En dat is nu het resultaat wat u voor ons ligt. En dan komt er inderdaad een bedrag uit, in het uiterste geval van 10 miljoen. Nou, daar kun je inderdaad nog wel wat vragen bij stellen, waaronder de onderbouwing, want die zie ik niet in terug. Ik zie wel een keuze die Sportaal wil maken. En ik zie ook wel een briefje van het college zegt van, we hebben hiermee de motie, de opdracht voldaan. Maar er zat geen onderbouwing bij. Er zat een heel klein schemaatje. Alleen maar cijfertjes. Alleen maar cijfertjes. En 55% advieskosten van meer dan maar een miljoen. Ik snap wel het verhaal. Op het moment dat je een zwembad ontwerpt. Dat is een heel ingewikkeld ding, hè? Zo'n zwembad. Het is niet alleen een gebouw, maar dat gaat over luchtkwaliteit, over water, gaat over installaties. Dat is eigenlijk één grote technische ruimte. Ja. Nou, dat ga je helemaal op elkaar afstemmen. En dan maak je een plan, klaar. Dat plan ligt er. Ja. Op het moment dat je daar iets in gaat wijzigen, ja, dat kan niet zomaar. Dan moet je eigenlijk een heel nieuw plan maken. Ja, of je moet een nieuw zwembadje ernaast bouwen. En dat is hartstikke duur. Dat kost veel geld. Maar volgens mij dacht ik, ja, maar dat wist je toch van tevoren. Want de raad heeft gevraagd, doe een onderzoek. Ja. En dan denk je, en dan weet je, als je dit weet, weet je dat uit het onderzoek gaat komen. Ja, dat wordt een heel ingewikkeld verhaal. Dus dat wordt ook een heel duur verhaal. Dat is de grap. Dat is toch geen verrassing dan? Nou ja, de grap is eigenlijk wel, en de verrassing is ook het element hierin, dat je dus nu voor een feit komt te staan waar je er vooraf rekening mee kunnen houden. En waar vooraf voor gewaarschuwd is, jongens, kijk nou uit, als je iets wilt bouwen, doe het in één pakket. Dus één doosje aan de hele bouwkosten, leg je neer, dan moet je het organiseren. Want je moet daarnaast ook nog uitkijken dat je zo meteen niet weer de verenigingen lastig gaat vallen met allerlei zwembaden of allemaal losse elementen. Je hebt de doelgroepwaren. Je hebt gevraagd om ruimere openingstijden. Kortom, met alle planningsmatige taken, technische taken, financiële taken moeten opnieuw worden afgestemd. Ja. En dan kom je inderdaad op een project van 10 miljoen uit. Dus eigenlijk kun je zeggen dat deze coalitie, en misschien had de oppositie nog meer op de trom moeten slaan, half werk heeft geleverd. We hadden de kans om een goed zwembad voor alle doelgroepen neer te zetten. En wat zie je nu terug, is een mooi nieuw zwembad wat voldoet aan de wensen en behoeften voor de verenigingsgebruikers, voor de zwemlessers en voor een klein beetje recreatieve elementen. Maar voor de jeugdigen en voor de allerkleinste is er geen ruimte. Maar het kost 10 miljoen. Beantwoord mijn vraag is waarom dan de raad toch een onderzoek wilde. Eigenlijk zou je die vraag moeten stellen aan een van de partijen die deze motie heeft ondertekend. Ja, ik kan het wel zeggen, maar dan zeg ik daar weer op terug. Wij hebben toen voorgesteld, kom in één plan. Met recreatieve elementen en niet achteraf met een onderzoek. En wanneer heb je dat gezegd? Dat hebben wij in de vaststelling van de zwembadvisie in 2016 besproken. Ja, en toen hebben we dat per wijzigingsvoorstel, dus echt conform de afspraken, er had ingezet. En daar is niet op teruggekomen. Ja. Maar even kijken, want een aantal jaar geleden hebben jullie wel voorgestemd. Hè? Ja. Maar waar heb je dan voorgestemd? Voor dat hele plan? Zeg maar, met, dus inclusief die recreatieve functie. Ja. En dat is waarom jij nu zegt van ja, luister eens, die zit er niet in. Precies. En nu stemmen wij tegen. Dit is niet oké. Maar stemmen we tegen? Kijk, het CDA zegt in ieder geval, en heel veel andere partijen zeggen ook, wij moeten zo snel mogelijk een goed volwaardig zwembad hebben. Want de verenigingen vragen erom. Ja. Je ziet dat Slagman steeds ouder wordt. We hebben Aquadroom, precies, ja, we hebben alle aspecten daarvan gemerkt. Dus wat dat betreft, zo snel mogelijk bouwen. Mm-hmm. Maar nu staan we voor een feit dat misschien wel 10 miljoen meer gaat kosten voor de recreatieve voorzieningen. Ik ga je een andere vraag stellen. Over dat onderzoek. Want dat onderzoek verbaast mij namelijk. Ja. Dan denk ik, of dat plaatje was niet helder. En dan is het of niet helder gecommuniceerd. Of een aantal raadsleden heeft onvoldoende gelezen. Weet ik niet precies. Maar het is kennelijk niet helder geweest. Want er is gezegd, doe toch nog eens onderzoek. Wat gaat dat kosten? En dan hoor je, dat is wel heel erg duur. Ja, maar dat wist je van tevoren, denk ik dan. Dus dan heb je wat voor gevoel geeft dat jou dan? Voor mij voelt het een beetje als een onderzoek. Ik ga het me even zeggen, zoals burger van Enschede en ook een beetje als kritische journalist. En denk je, ja, dat is een onderzoek voor de bühne. Ja, dat is de grap. Het is een onderzoek voor de bühne geweest. We maar hebben ervoor gewaarschuwd. Deel jij dat? Ja, dat gevoel heb ik ook. Oké. Okay. Ja, dus geen serieus onderzoek naar een serieuze optie? Maar eigenlijk meer van, nou, we moeten even wat en dan wordt het te duur en dan kan het toch niet. Want er zit nu wel druk op, Bart. Tenzij je zegt, we gaan terug naar de tekentafel. Oh. Maar dan ben je volgens mij nog een jaar verder voordat je weer een zwembad in elkaar hebt geknutseld. Ja. Bedacht op papier. Ja. En dat moet er nog uitgevoerd worden. Tegen de tijd je dan klaar bent, dan is het dak van de Aquadroom ongeveer. Nou, ik denk dat we dan inderdaad Aquadroom kunnen wegbrengen. En het grap is eigenlijk wel dat we gewoon nu een keuze moeten maken wat betreft de zwembaren. En dat betekent, we moeten nu echt voldoen aan die vraagstelling voor de verenigingen en voor de zwemlessers. Dus, en daarnaast zullen we dus nu met elkaar het debat moeten voeren. En ik heb het verzoek ook bij de. Maar wat is het debat dan nog?
Nou ja, we moeten dus wel over de uitkomsten van die 10 miljoen praten. Want ik wil weten van die andere politieke partijen, voor welke keuze gaan we? Gaan we die 10 miljoen investeren in het uiterste geval? Of gaan we misschien voor het B-variant, de iets mindere variant van bijna 6,5-7 miljoen? Of gaan we voor de allerkleinste variant, iets meer dan 6 miljoen? Kortom, er zijn ook nog vragen die je moet beantwoorden. En dat doet het college niet. Het college stuurt een briefje. Ja, maar dat vind ik ook, dat is ook niet de taak van het college. Wat nou, ja, dat is de taak van de raad. Daar zijn jullie voor. Dat naast het onderzoek en de resultaten het college ook met een soort pre-advies zou komen van deze route zouden wij willen kiezen. Ja, maar dit ligt politiek gevoelig. Dus ik snap wel dat ze zeggen, dit is jullie aangelegenheid. Ja, dan hoor ik graag van de partijen die dit hebben ingediend. En dat is met name de PvdA voorop, die we gewaarschuwd hebben. Wat gaan we doen? En als de PvdA vindt dat dit zoveel geld mag kosten, waar ik best kan begrijpen dat we dat gaan doen, wil ik ook weten waar we vandaan gaan halen. Want wij hebben hiervoor gewaarschuwd. Ja. Ik heb het debat nog teruggekeken. Hier is nadrukkelijk over gesproken. Toen was het allemaal onmogelijk. Gingen we niet doen. We gaan nog een onderzoekje doen. Nou, resultaat ligt er. Hetzelfde resultaat als voorheen. Kwestie van of geld uittrekken en zo snel mogelijk de beide kanten realiseren. Ja, en we hebben het erover, hè, omdat binnenkort die begrotingen worden vastgesteld in de raad. En daar maakt dit natuurlijk een belangrijk onderdeel van uit. Want als er ergens geld vandaan moet komen, ja, dan moet dat uit die begrotingsonderhandelingen ergens gehaald worden. Ja, ik praat me even steken. Jij zit me bij. Ja, potjes. Maar is het een optie om te zeggen van ja jongens, maar ik zit dan ook als burger. Hè? Dus het is ook mijn geld, gemeenschapsgeld. 10 miljoen is een bak geld. Ja. Ik denk, allemachtig man, misschien toch maar terug naar die tekentafel dan. En zorgen dat je daar dan één concept van maakt. Kan dat überhaupt nog? Of is dat helemaal geen optie meer? Nou ja, dat is een vraag die ik heb. Dat is ook een vraag waarom ik dat debat ook wil voeren in die raad. Maar ook met het college. Wat zijn de mogelijkheden die we nu nog hebben? Mm-hmm. Welke route kunnen we volgen? Betekent dat we eventueel terug naar de tegentafel kunnen zonder vertraging? Dat vraag ik mij af. Ik vraag me ook af. Maar volgens mij is het antwoord daarop nee. Dat denk ik namelijk ook niet. Ja. Want de plannen liggen wel klaar. En er liggen ook 3 scenario's bij met nieuwe tekeningen. Kortom, er moet echt bijgebouwd worden. Ik krijg gewoon een uitbouw bij een nieuwbouw. Nou, leg er maar uit aan een gewone man. Kan denk ik niet. En je moet dus nu wel een keuze maken. En de vraag is inderdaad, wat ga je doen? Welk scenario pak je? Scenario geen vaste recreatieve elementen ofwel? Ja. En er zit gewoon een verschil van 10 miljoen tot 6 tot 10 miljoen in. Wat verwacht je? Dat is de laatste vraag. We moeten afronden. Het is het eind van het programma. Altijd. We gaan het wel volgen natuurlijk. Maar wat verwacht je? Wordt dit een stevig debat? Of is dit eigenlijk een gelopen koers? Ik verwacht hier wel een stevig debat voor. Okay. Ja, ik denk ook wel dat de partijen zich moeten gaan verantwoorden. Met name de coalitiepartijen. Dat ze dit gewoon niet vooraf hebben vastgesteld. Nu kom je achteraf weer met nieuwe feiten. Dat werkt niet mee aan een verbeterd plan. Ja, je snapt dat je een beetje risico loopt. Hè? Dat je nu zegt coalitie. Want ik heb de geschiedenis maar een stukje meegemaakt. Maar volgens mij heeft CDA hier ook een paar stapjes ingezet in het verleden. Maar dat gaan we uitzoeken. Komen we op terug. Oké, helemaal goed. Ik kom graag weer aan tafel. Ja, Mart van Lagen was dat. Fractielid van het CDA hier in Enschede's gemeenteraad.